kan niet. Stop! Vooruit, achteruit. Houd eraf. Was Teddy? Kan u mij alstublieft uw papieren geven? Papieren! Hoezo moet u mutsie vouwen? En meneer, als u alsjeblieft op, ik hou niet van grappen. Ja, dat is jammer. Ik weet dat het een hele leuke mop. Ja, daar heb ik nou geen tijd voor. Nee, ik zweer, een knallen van een mop. Ja, dat kan wel wezen. Hele leuke mop, mijn haren. Nee, jij kan ook niet. Dat is de hele dag niet. Meneer, dat is de hele leuke juffrouw, die woont in een... Ja, jongen, wat, jongen, hoor. Hele leuke juffrouw, die woont in een flat. Hele mooie juffrouw. Een juffrouw. Een fijne juffrouw, die woont boven. En onder die juffrouw woont een lange, dunne man. Lange, dunne man. En die man denkt, nou, ik zou best niet met dat mens willen kennis maken, nietwaar? Dus op een avond, die man die trekt de stoute schoenen aan, die gaat naar boven toe, die belt bij die juffrouw aan, die juffrouw staat net op het punt om naar bed te gaan. Die man die belt aan, die juffrouw doet open, ziet die man staan en zegt tegen die man... Schiet u nou op! Ken je hem al? Meneer, alstublieft, komt u die wagen uit, alstublieft. Ja, daaruit. Zo. Wat is dat? Wat is dat? Een banaan? Heb u nog nooit een banaan gezien? Waarom bent u als banaan? Ik vraag daaraan u ook niet waarom u als agent bent. Ik ben agent. En ik ben banaan. Meneer, mag ik even van u weten waarom u hier langs de openbare weg loopt als banaan? He, ja, dat komt zo. Ik kom net van de receptie van mijn broer. Receptie. Oh, was uw broer jarig? Ja, nee. Hij heeft een uitvinding gedaan. Daar hoopt die schat helemaal rijk mee te worden. Uitvinding heeft mijn broer gedaan. Schat helemaal rijk wordt hij daarmee. Zo, en wat mocht dat dan wel voor een uitvinding wezen? Hij maakt schoenen van bananenschillen. Oh, en wat zijn dat dan voor schoenen? Slippers. Het is toch eigenlijk belachelijk, hè? Wat? Dat ik mijn kostbare tijd nog langer aan u besteed. Wie het niet smal heeft, heeft het breed. Of u? Wat slaat dat op? Dat rijmt. Dat rijmt. U zegt besteed. En zeg ik, wie het niet smal heeft, heeft het breed. Dat rijmt. Dat komt rijmen, dat is een hobby van mij. Rijmen en dichten zonder mijn schil op te lichten. Of u? Je kan roepen wat je wil. Ieder woord. Roep je maar. Ieder woord. Ik rijm overal op. Knap is dat. Nou, als u nou klaar bent, dan zal ik u even vertellen. Het interesseert mij geen fluit. Twee opzij en één vooruit. Hey. Ja, dat is langer. Dat is langer. Houd u nou op alsjeblieft. Ik heb meer te doen. Eerst mijn sok, dan mijn schoen. Hey. Als u nou eindelijk eens klaar bent, papieren. Alle koeien zijn gek op stieren. Hey. Nee, nou stuit u de flauwekul. Juist, papiertje, schrijft u dat maar eens even hier. Zo, en dan... Wat is dat? Het toch een beetje mijn schil staat open. Hé, wat ziet ik hier? Is uw naam Sang? Hè? Ja. En uw voornaam Pi? Nou, dan bent u mooi de Pi-Sang. Want uw rijbewijs is verlopen. Een ijsbaan in de tropen. Hey. Ik moest even nadenken, maar hij is er weer. En dat kentekenbewijs, dat klopt ook niet. Een naaimachine naait en een niet-machine niet. Ja, dat weet mijn kleine zusje ook dat een naaimachine naait, hè? Ja, maar een niet-machine niet. Als je nou even ophoudt, ik weet best, met de naaimachine moet je naaien, klaar. Ja, maar met een niet-machine kan je alleen maar niet... Hey. Een niet-machine geeft nietjes. En een naaimachine geeft nietjes. Hey. Je begrijpt het niet, dat is heel wat anders. Hoezo? Met een naaimachine kan je niet nieten. En met een niet-machine kan je niet naaien. Nou. Houdt u erover op, meneer. Het is allemaal niet in orde. Die banden benen glad. Die klaksen heb ik net al gehoord. Dat wordt weer een bon. Zo.
Mevrouw is nuchter en ik ben aan zijn kanon. Hé, hey. Ja. Hey, wacht eens even. Wat zei u daar, meneer? Ik zeg, mevrouw is nuchter en ik ben aan zijn kanon. Dat rijmt weer. Juist. U bent als een kanon. Ja. Kijk eens aan. Dan heb ik voor u een verrassing. Dat is pijpie blazen geblazen. Nou, waar slaat dat nou op? Ik heb geen druppel gedronken, pijpie blazen geblazen, ik heb geen druppel op! U zegt zo even als ik een onmiddellijk blazen, meneer. Alsjeblieft. Nou, dat slaat helemaal nergens. Zo, dat wordt hij. Kijk eens even, alles wordt groen. Doorrijden? Nee! U rijdt geen meter meer, weet u dat? Nou, dat pijpje, dat deugt niet. Dat kan niet deugen. Ik heb geen druppel op. Ja, dat kan wel wezen. Een banaan die drinkt, hebben jullie ook zijn zout gegeten. Ah, meneer, houdt u toch op, die smoesjes te kennen. Ik probeer het bij mevrouw, kwetsie. Probeer het bij mevrouw, die heeft geen druppel gedronken. Laat mevrouw niet, jij blaast. Dat maakt u niet uit, u moet niet zo brutaal wezen. U hebt het hier tegen een agent. Ja, dan had je maar een vak moeten leren. Schande, schande. Maar ik ben bereidwillig. Ik zal aan uw wens voldoen. Mevrouw, wilt u even blazen, alstublieft? Blaas even, Miep. Graag, mevrouw. Alsjeblieft. Weer groen. Dank u vriendelijk, mevrouw. Toch een bewijs tot pijpen niet uit, hè? Het is overduidelijk. Uw vrouw heeft hem ook flink geraakt, toevallig. Nee, nou wordt hij mooi. Juist. Nee, nou wordt hij mooi. Hij wordt nog heel mooier. U zet geen meter meer in die wagen. Nou, belachelijk, Miep. Kom eruit, geef die klein. Belachelijke zaken, zouden we de kleine laten blazen. Zal toch een bewijs zijn, dat pijp je niet op. Nou wordt hij helemaal vrij. Laat hem nou. Niet. Probeer, laat je niet. Denk je maar. Wat moet er met die kleine baby? Die gaat blazen. Wat wordt er? Nou, ik ben bereidwillig. De politie is uw beste kameraad. Waar zit zijn kop? Die heeft hem aan de boom. Kom eens hier, kleine. Ja, maar je blaast even rustig. Zij zien er een belachelijke kom zaak. Kom eens hier, kleine. Je moet er belachelijk om over te praten. Dat lijkt zo maar even aan het pijpje. Dat is toch een bewijs dat pijpje niet deugt, hè? Neemt me niet kwalijk, jongeman. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, meneer. Het deugt niet, neemt me niet kwalijk. Nou, daar hebben we goed aan gedaan, Miep. Waarom? Om die kleine ook een halve liter jenever te geven.